Kijk, jij hebt twee avonden te kennen gegeven dat je totaal niet op de hoogte was van de gang van zaken. Oh, dat is het dan nu weer. Dat ik niet op de hoogte was. Ja, ga door. Ja, je hebt enkele onzin uitgeslagen. Oh, heb je nu ook al onzin uitgeslagen? Leg eens uit. Nou, het was allemaal feitelijk onjuist wat je zei. Wat is er niet juist, Johan, dan? Ja, ik ga die discussie niet meer voeren. Maar daar gaat het toch steeds over? Ja, maar het was feitelijk onjuist. Want als jij gezegd had, als dat zo was, dan had de rechtszaak echt doorgegaan. Maar waarom gaat die niet door dan? Nou ja, goed, beide advocaten zijn er zo uitgekomen. Nou, jullie hebben toch morgen een gesprek? En de rechtszaak wordt aangehouden. Als het gesprek niet goed verloopt, dan komt er alsnog een rechtszaak, toch? Nee. Nou, dat is wat ik begreep. Het staat toch ook op alle websites? Rechtszaak wordt aangehouden. Ja, maar Wilfred, je weet helemaal nergens van. En je lult maar een eind weg. Maar waarom lul ik het? Leg het maar dan uit, want ik niet snap, Johan. Ik hoor het graag van je. Nee, maar je begint weer. Je hebt twee avonden onzin uitgeslagen. Maar leg maar twee even avonden uit mijn redacteuren belachelijk gemaakt. En het gaat maar door. Maar wat heb ik voor onzin uitgeslagen? Leg het maar uit dan. Ik wil het gewoon juist niet. Je was de sprekende papegaai van Veenstra. Maar als het nou werkelijk zo is dat dat onzin is, dan moet er morgen toch gewoon een rechtszaak komen? Dan kan je toch gewoon recht zetten in die rechtszaak? Ik heb nooit behoefte aan een rechtszaak gehad. Nee, maar als het dus niet klopt wat ik heb gezegd, dan moet het toch een rechtszaak worden, want dan klopt het dus toch niet? We hebben het allemaal ontzenuwd. Als je het ontzenuwd hebt, morgen is er een gesprek. Ja, waarom is er dan een gesprek? Daar ga ik toch niet op vooruitlopen. Morgen is er gewoon een interview. Oh, ik heb begrepen dat er een gesprek gaat komen. Ja, maar jij bent niet goed ingevoerd. Nou ja, dat heb ik begrepen van de kant van Heerenveen. Ja, precies. Jij bent niet goed ingevoerd, zeg ik. Want jouw bron is waarschijnlijk niet goed. Mijn bron is niet goed. Nee. Maar alles wat ik heb gezegd, dus over die boekhouding die niet zou kloppen, wat je hebt gezegd over de financiële situatie van Heerenveen, dat klopt niet. Over de onkostenvergoeding van Riemen van der Veld, dat klopt allemaal niet wat ik heb gezegd. Inderdaad. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, ben ik heel benieuwd dat morgen hoe het gesprek gaat lopen dan. Maar er is morgen gewoon een interview met Robert Veenstra. En dan mag hij alles uitleggen in een interview. Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Want waarom is die rechtszaak aangehouden dan als er een interview gaat komen? Ja, dat zijn juridische zaken. Dat is ook een tactische zet. Hoe dan? Ik heb geen idee, want ik ben daar niet bij betrokken geweest. Maar na het lezen van alle informatie heb jij het idee dat het absoluut niet klapte wat hij heeft gezegd. Wat jij hebt gezegd, klopt. Want ik heb gezegd dus dat de boek. Maar jij wou zeggen dat die informatie kwam van Veenstra? Die informatie heb ik bekeken, ja. Die klopt volgens mij, ja. Ja, nou. Wij niet. Oké. Okay. Nou, dan zou het morgen een kort gesprek kunnen worden. Nee, toch? Het wordt een heel lang interview. Oké. Okay. Maar kijk, jij wil altijd over dingen praten waar je niks van weet. Maar, en dan Johan, zit je maar in het wilde weg te lullen. Ik stop hiermee, want wat jij doet, redacteuren van VI steken heel veel tijd in een artikel. Jij hebt één telefoontje met Veenstra en jij zet redacteuren van VI voor lul. Want die publiceren onzin. Jij praat onzin. Als ik papieren kan kijken, Johan, waarin het tegendeel wordt bewezen. En ik jij krijgt van mij geen papieren, ik ben niet onbetrouwbaar. Ik heb de papieren inderdaad van Heerenveen gekregen. Die papieren heb ik ook. Nee, die heb je van Veenstra. Ja, van Heerenveen. Ja. Oh, dat vind je Heerenveen. Maar er zijn er nog meer mensen bij Heerenveen. Hij is toch de baas bij Heerenveen? Ja, ja. Dus hij gaat het over. En jij vond het wel chique dat hij declaraties van der Velden aan jou stuurde? Op het moment dat jij zegt dat Van der Velden geen geld krijgt voor zijn activiteiten, daar is het toch logisch? Hij krijgt geen geld voor zijn activiteiten, alleen zijn reis- en verblijfkosten worden betaald. Maar Johan, ik heb toch inhoudelijk niet verteld wat er in die declaratie staat? Ik zeg alleen dat hij... Jawel, jij hebt onthuld dat hij een keer een golftas heeft gekocht op kosten van Heerenveen. Ik geef er mij aan dat hij daadwerkelijk alles vergoed krijgt. Maar ik heb toch verder niet aangegeven wat dat verder nog meer is? Nee, het was heel chic. Ja. En van Veenstra en van jou. Maar nog even dat Maar je bent in ieder geval zo ver dat wij zijn zo ontevreden over jouw houding. Er komen geen VI-redacteuren die wensen niet meer in een programma met jou op te treden. Oké, dat is erg professioneel dan van ze. Dat is heel professioneel, want die zeggen, laat ons niet door die snelle vogel voor lul zetten. Ik zet niemand voor lul, ik kom alleen maar met feiten, Johan. Nee, je wil scoren. Je wil scoren, je bent goedkoop scoren, je hebt scheid aan alles, je wil scoren. En je zet je eigen collega's voor lul neer. Op het moment dat ik denk dat het niet klopt, mag ik daar wat van zeggen? En ik wil niet scoren, Johan. Volgens mij probeer ik de waarheid op tafel te krijgen. En als jij zegt dat die waarheid niet klopt, dan is het toch jouw goed recht? Zeg dat toch uit, Wilfred. Je weet helemaal nergens van. Je hebt één bronnetje, die ook nog gekleurd is. En dan ga je hier brengen alsof je het wagenwiel hebt uitgevonden. Je noemt het ook nog journalistiek. Het is lachwekkend. Johan, die bron, dat zijn papieren zwart op wit. Ik wens je veel succes. Zwart op wit. Ja, we zullen zien. Als dat zo was geweest, had Heerenveen die rechtszaak wel doorgezet. Nee, want het is op jullie verzoek dat jullie morgen een gesprek hebben. In ieder geval als VI willen we niks meer met jou te maken hebben. Oké, maar ik wens je een fijne avond dan. Maar ik vind het erg onprofessioneel wat je nu doet, Johan. Nee, ik vind jou onprofessioneel. Omdat ik scoren ten koste van anderen. Ik scoor niet ten koste van anderen, Johan. Ik probeer gewoon de feiten te bespreken met jou. En als jij denkt dat die feiten dat niet juist zijn... Nee, dat wil je helemaal niet. Dit programma heet VI. De redacteuren van VI maken een journalistiek product.
Ik leg dat uit wat daarin staat. En jij hebt een telefoontje gepleegd. En jij veegt dat hele verhaal waar jongens een week 14 dagen aan gewerkt hebben van tafel. Want jij hebt 5 minuten met Veenstra gebeld. Maar gaat het dan om de tijd, Johan? Gaat het om de tijd die erin steekt? Of om nee, de met jouw talent kun je 5 minuten meer dan 2 onderzoeksjournalisten in 14 dagen. Zoek het lekker het uit met je feiten. Hele handel. Nou ja, wel te bedankt dan en wel te rusten. En tot morgen of niet? Nou, tot zover deze uitzending. Zometeen gaan wij trouwens nog even door met de Europa League. En we hebben volgens mij nog wat samenvattingen. Ben jij er morgen wel, René? Tuurlijk, ik kom wel. Ja.